Daar. Zo. Het zit erop. Hoe is het? Dat is een klein bankje, dat hebben ze. Ja, maar ik ben lang, maar dit is een... mijn benen, die hangen niet vaak. Hoe is de gemoedstoestand? Heb je er 3 op zitten? Nou, ik leef nog. Ja, dat is een understatement. We gaan ze even nabeschouwen en daarbij niet nog het interview verlengen, zeg ik altijd nadrukken ook tegen mezelf. Ik wil beginnen met het interview van Roderick. Jij kende hem niet, hè? Nou, van gezicht, maar ik kijk niet zo vaak tv. Nee. Ik lees veel. Ja. Nou, heb ik zelf het idee, en corrigeer me als ik ongelijk, dat u ongeveer, ik zie u bij 4 minuten 40, maakt u de opmerking, u heeft haast, zei u tegen. En ik denk dat dat ongeveer het moment was dat u eigenlijk donders goed door had welk punt hij wilde maken. Mm-hmm. Ja. Wat dacht u toen? Toen dacht ik, oké, nu ga ik anders antwoorden. Ja. 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 Voelde jij dat? Ja, dat heb ik gemerkt. Ja. 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 Want als ik het u nu vraag na afloop, welk punt in uw eigen woorden wilde hij maken naar u? Nou, dat wat was het ook alweer, dat je eigenlijk het antwoord op populisme, alleen maar de zorgen uitspreken is niet genoeg. En wat is nou het plan? En de burger weet, diegenen die boos zijn, voelen zich niet serieus genomen. En al die brave partijen zoals de mijne of ikzelf, ja, wat we doen, dat slaat eigenlijk nergens op. Want dat vindt geen weerklank en het stelt niet gerust. Dat was een beetje uw these, denk ik. Ja. Ja. Heel goed. Ja. Dat had u na 4 minuten in de gaten. Ja, ja dat je kan zeggen, dat is een beetje traag nog. Misschien had ik eerder over moeten beginnen, dat kan ook. Ja? Ja. Wat, als je dit nu ook terug hoort, wat zegt jou dat? Ja, ik denk dat ik er wel iets eerder aan had mogen beginnen. Daarom, want het is niet fijn om het gevoel bij u te creëren dat ik haast heb. Dat is volgens mij vervelend. Maar daarom vond ik het mooi aan het interview met Dominique. Daar zat heel veel rust in. Maar ik had inderdaad haast. Want ik wilde maar heel ik zei het ook weten. Bewust hoor. Want ik wilde, of nee, bewust klinkt alsof ik dat echt... Nee, want u wilde 2 punten maken en dat was bij punt 1. Ja. En punt 2 liet ik eigenlijk niet meer passeren. Nee, precies. Dus dat was het eigenlijk. Ja. Maar mijn opzet was natuurlijk om inderdaad van u te horen dat u misschien toch wel wat beter had moeten luisteren naar de grieven die er heersen en die zo'n grote machtsfactor in Europa en Nederland veroorzaken, namelijk die populistische partij. En dat het ook in uw eigen belang is en in het belang van D66 en de middenpartijen om daar vat op te krijgen, wat nu het geval niet is. Dus ik had gehoopt op een iets van zelfinzicht van dat, ja, dat hadden we beter moeten doen en dat gaan we vanaf nu, vanaf dat moment. Als hij nou een andere lijn had gevaren, had hij dan in die hoek waar hij nu aangeeft dat hij naar op zoek was, iets kunnen halen bij u? Ik denk het wel, maar hij was nogal assertief in zijn vraagstelling. Dus hij was uit op een conclusie iedere keer. En mijn beantwoording was te lang. Dus dat kostte tijd ook natuurlijk. Is dat een bewuste vertragingstechniek? Nee, ik was gewoon aan het denken. Ah. Maar ik wil dat als je zegt van ja, inderdaad, dan wil je ook komen met van en dit is dan ons voorstel. Maar we zijn er toch niet helemaal uit natuurlijk. Anders had het al lang op elke reclamefolder gestaan. Ja, voor Europa, voor het klimaat, voor duurzaamheid. Maar daar zijn sommigen ook niet van overtuigd. Moet je met iets anders nog komen. Ja. En daar zijn we nu allemaal over aan het nadenken. Maar dat is geen antwoord. Nee. Mevrouw Kaag, kijken wij mee naar wat bij u gebeurde. Wat ik wel fascinerend bij u vind... Ik moet die kant op kijken. Nee, hoeft niet. Nee, maar ik geef u aan dat wij op dit schermpje kunnen zien wat hiernaast bij u gebeurde, zou ik maar zeggen. We kunnen het interview goed volgen. Okay. Wat ik interessant wel bij u vind, is op een gegeven moment voel je dus van... Oké, ze weten waar de interviewer naartoe wil. Ze geeft ook aan in veel opzichten dat die wandeling niet helemaal gaat zoals Roderick zou willen. Wat ik wel interessant bij u vind, is dat u volledig in het contact blijft. Je hebt best wel vaak met politici dat als ze denken... nou ja, daar heb ik geen zin in of dit ken ik wel. Dan gaan ze ook uit het contact. Dat doet u op geen enkele wijze. U houdt hem fully focused oogcontact. Ja. Ja. Bent u zich daar bewust van? Dat is misschien jarenlange training, dat weet ik niet. Maar het is ook een beetje mijn stijl, denk ik. Oké. Tot zover. Dan geef ik nog 1 keer weer een applaus aan zich. Roderick Velo. Bij Dominique van der Heijden was natuurlijk de pop question, de grote vraag... of u beschikbaar bent voor het partijleiderschap van D66. Als we nou eens in de theorie, in gedachten even zeggen... stel je voor dat er een journalist is die hier nou een artikel over schrijft... over de opvolgingskwestie of het leiderschap van D66. Wat zou u een passende kop vinden als het gaat om het interview met Dominique van der Heijden? Die ga ik dan morgen teruglezen. Kaag weet het niet.
Ja. Heeft u het gevoel dat dat lekker veel lezers aantrekt? Laat ik het zo zeggen. Ik kan het niet beter maken achteraf. Nee, zeker, zeker. Maar u had natuurlijk, en dat is een keuze, en daar wil ik u even op. U had natuurlijk met één zinsnede een einde aan deze discussie kunnen maken. Ja. Daar kiest u wel bewust niet voor. Toch? Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd laat u heel veel twijfel. U noemt zichzelf in het interview te oud. Zeg ik ook altijd tegen mensen. Ja. Maar als je vervolgens daarna het zodanig openlaat, twijfel ik een beetje aan die harde conclusie. Nou, weet je, leeftijd is één factor. Je kijkt naar een aantal variabelen. En je moet ook, wat mij betreft, dat vind ik ook echt, naar een team kijken. Of je dat doet in het bedrijfsleven, je doet het bij organisaties. Wat is het team in de partij? Ja. En hoe trekken die met elkaar op om de partij en ideeën zo geloofwaardig en effectief neer te zetten? Goed. Ik geloof niet in één foto op zo'n poster. Op één hoofd op een poster. Dominique. Het was mij voorkomende. Ik zou de conclusie trekken. Ze wil wel, maar ze moet echt gevraagd worden. Had jij dat ook? Nee, ik denk dat ze het echt niet weet. Ja? En dat wilde ik ook wel echt weten. Ja. Omdat ik wilde wel echt weten, zit er nou toch een soort plan achter? Heeft ze iets in haar achterhoofd? Is het inderdaad een soort ijdelheid om er omheen te blijven draaien? Maar er zit toch wel. We worden hier gevolgd met camera's. Het is eigenlijk toch. Ja, het aanstaande leiderschap van Sigrid Kaag. Nee, ik vond het juist toch wel heel fijn onthullend om te weten dat het een proces is en dat het proces nog lang niet is afgerond. En dat het dus ook nog niks is uitgesloten. Ja. Klopt toch? Ja. Kunt u vinden? Wat ik bij jou ook interessant vond is, je koos er dus om te tutoyeren. En ik vond je ook je lichaam, je ging ook echt dat voorover zo. Dat was totaal anders dan die andere twee. Denk je erover na dat je denkt, maak ik beter contact? Of? Ja, ik denk het wel. Ja. Heeft u dat ook zo ervaren? Ja, maar het grappige is, mijn eerste ontmoeting met Dominique is mij dus altijd bijgebleven ook. Als eigenlijk een totale blunder van mijn kant. Ja. En hoe onwetend ik was, dat kwam ook terug in krantenartikeltjes zo van, mijn god, ze kent niet eens Dominique van der Heijden. Nou, wat moet dat worden? Ja. Dus ik heb bij haar ook een hele soort hele grappige associatie. Ja. Van de eerste avond eigenlijk, voor we benoemd waren. Ja. En als iemand dan zelf voorstelt om te tutoyeren? Oh, dat vind ik helemaal niet erg. Nee? Daar laat ik aan mensen zelf over. Ja, maar het doet iets met de afstand in een interview. Ja, niet altijd. Je kunt ook een soort hele schijninformaliteit hebben die nergens op slaat. Amerikanen hebben dat altijd. Everything is great, yes, you, no, bla. Maar dan maken ze je voorkomen af. Dus dat zegt niks. Dominique, even. In interviews heb ik het over. Voor de duidelijkheid. U weet natuurlijk dat wij aan deze kant van het scherm hebben zij ons deelgenoot gemaakt van hun strategie. Volgens mij liep het best conform zoals je het ons uitgelegd hebben. Ja, alleen we zijn niet meer daar gekomen met zeg maar, de inhoud waar het in Nederland vaak over gaat. Hè? De zorgpremie of de BTW enzovoort. Allemaal onderwerpen waarvan ik echt denk dat Sigrid Kaag daar van denkt, jeetje, wat zou ik daar nou allemaal van moeten vinden? Het leenstelsel of noem maar op. Ik valt dus wel mee hoor. Ik zat erop te wachten. Maar ik had het nog wel willen weten. Dus in die zin kwam ik toch tijd tekort. Ja. Wij vonden het in ieder geval een feest om naar te luisteren. Dominique van der Heijden, dames en heren. Dankjewel. Ja, dan hadden wij vandaag een primeur. De eerste interviewer met een clipboard. Ja. U kende hem. Had u werk van hem gelezen al? Van ja, maar niet ter voorbereiding uiteraard. Nee, dat begrijp ik. Begin nou eens even bij jou. Hoe verliep het volgens jou? Nou, ik was gewoon nieuwsgierig om te weten of die kloof die in Nederland loopt tussen de haves en de have-nots, of die ook te voelen is in haar familie. Ja. En daar ben ik achter gekomen. Ja. En die kloof loopt daar dus ook. En dat maakt u en uw kinderen maken dat mee op dagelijkse basis. Dus dat u dat vertelde, dat ontroerde mij ergens ook. Ja. Maar ik dacht wel, en dat meen ik echt, van dan pak je toch gewoon, als dit jouw kinderen overkomt, je hebt het offer gebracht om hier te komen, dan is toch je reactie, ik ga hier weg. Want dat heeft u dus niet. En ik weet dan, van dat gedeelte weet ik niet. Ik was er graag bij geweest toen u zo dat vertelde. Dit is de nabeschouwing, dus we gaan niet dat nu allemaal nog beantwoorden. Wat wij natuurlijk ook met veel spanning hebben zitten bekijken is, als iemand natuurlijk echt over je privé begint, dan is de vraag even, wat doet Sigrid Kaag? Gaat ze daarover praten of zegt ze van, dat ga ik hier niet doen?
Bent u op dat moment, maakt u echt die keuze in het interview om daar wel of niet over te gaan praten? Nou, dit waren dingen die ik al eerder had genoemd, maar niet inderdaad op zo'n mooie manier werd ernaar gevraagd. En ik vond dat ik het eigenlijk aan meneer Aboulkader verplicht was om te antwoorden. Ja. Maar even plat gezegd, dus als Roderick Velo die vraag had gesteld, had u gezegd dat die... had u dat niet gegund? Nou, misschien was hij er niet opgekomen in de eerste instantie. Is een theoretische exercitie, hè? Ja. Nee, ook, maar weet je, dat is ook een moment natuurlijk in een gesprek. En zijn start was anders dan we eindigden. Hij begon bijvoorbeeld door te zeggen van, ja, maar waarom doet u dat nou? U moet er van wegblijven. En dus eigenlijk zou er bijna een ontmoediging zijn om iets persoonlijks te onthullen. Maar uiteindelijk vond ik juist dat ik dat wel moest doen. Want een deel ook waarom je juist niet je biezen pakt, vooralsnog niet. Ik vind juist iemand zoals ik kan het zich permitteren en moet het juist doen om stem te geven aan anderen van wie meteen, op wie misschien dan wel een labeltje wordt geplakt van ja, maar u heeft een migratieachtergrond. Als ik het niet doe, dan kunnen de anderen het niet. Dat is de rol. Ook, zo zie ik het ook voor vrouwen in de politiek. Als ik het niet doe, dan ben ik het niet waard om deze positie te hebben. Dat is echt mijn stellige positie. Maar deze dingen doen om plaats te maken voor anderen en de ruimte te creëren. Dat is de rol ook van de politiek. Of het nu gaat over zorgpremie, leenstelsel, wat dan ook. De politiek gaat om veranderen en verbeteren. Met die woorden gaan wij afronden. Ik ga staan. Dames en heren, onze gast Sigrid Kaag. Nou, dank u wel. Roderick Velo, Dominique van der Heijden, advocaat Ben Ali. Dank u wel. Ja. Ja, dat applaus komt jullie enorm toe. Dank jullie. Dames en heren, dan richt ik mij tot u. Blijf er nog 1 minuut zitten, want dit is de laatste aflevering van seizoen 3. De vraag of dit programma doorgaat en zo ja in welke vorm gaan we de komende 2 weken beantwoorden. Ik ga in ieder geval van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. Want je kan nog zoveel leuke namen bedenken en interessante gasten, maar het moet uiteindelijk gerealiseerd worden. En daar wil ik 2 namen voor noemen die daar een buitengewoon warm applaus voor verdienen. De redacteuren Marlijn Geurts, die zit daar. Rogaja Sek, die zit. Rogaja, waar ben je? Daar. John de Zwart en Maartje Hofhuis. Ik wil ook ontzettend graag bedanken, want je kan zo'n plan bedenken en het moet uiteindelijk, moet de techniek goed zijn, er moet een decor gemaakt worden. En er zijn 2 mannen die daar een enorm applaus voor verdienen. Dat zijn Roland en Victor. De heren, veel dank. Dank jullie wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Dank ik jullie ontzettend voor de opkomst en de aanwezigheid. Zoals u weet, voor de mensen die vaak geweest zijn, praten we heel graag met u na aan de bar. Tot zover, tot de volgende keer. Dank jullie wel.